De grootste première van het jaar vindt vanavond plaats in Pathé Tuschinski. Magic Mike XXL. En de cast is er ook bij. Wie ben je hier gekomen? Voor Channing Tatum. Ja, ik denk Channing toch wel. Wie is hier voor Channing? Ik voor Channing. Ik ook. Ja? Wat vind je zo leuk aan de film? Dat ik aardig wat sixpacks ga zien. Vind ik nu al leuk. Ja, de flyer is natuurlijk altijd gek en de poster. Dus ik verwacht heel veel lekkere dance moves. En een klein beetje verhaal. Prima. Welke acteur is dan toch met stip op één? Ja, voor mij Channing Tatum natuurlijk. Dat is wel de man die het toch doet. Ik heb al zijn films gezien. Ik weet dat jij een andere acteur lekker vindt. Joe Manganiello, obviously. Hallo. Dat is toch de hotste man op aarde. Wie is jouw favoriet? Ja, ik denk die Joe Manganiello. Want ik ken ze eigenlijk allemaal niet zo goed. Maar ik vind, hij heeft met Sofia Vergara. En ik vind haar zo leuk en grappig. Wave to the audience. Hey everybody, how you doing? When you first heard you could be a part of this film, what was your reaction? My reaction was, you know, I was really happy. Did you enjoy playing your character? Well, I think it was really fun to have so much comedy to play. I think Reed wrote a great script, and you know, I'd done a lot of comedy over the years, and it was really fun for me to get back into that. So the craziest thing I had to do for this movie was try not to laugh in every single take, because there was always something funny happening. Like, you know, you just couldn't do a scene sometimes without busting out laughing. Helaas geen Channing Tatum en Amber Heard op de rode loper. Maar ik heb ze eerder al vandaag gesproken in Amsterdam. Binnenkort op Pathé.nl. Check in.